In deze video neem ik jullie mee naar twee toffe shoots. De eerste is in een binnenlocatie. Hier gaan we hele vette light paintings maken. En de tweede shoot is in een natuurgebied. Hier gaan we roller shots maken vanuit een rijdende auto. Hoe dit werkt, ga ik jullie uitleggen. Ik ben Silver Schmitz, ik ben filmmaker en fotograaf en in deze video ga ik jullie laten zien hoe je de dikste automotive content schiet. Wat ik zo gaaf vind in automotive fotografie is dat je op heel veel verschillende manieren, maar ook met heel veel verschillende technieken, snelheid in beeld kan brengen. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon super vet om met zulke soort auto's te mogen werken. Dit type fotografie is bij mij echt per toeval begonnen, maar ik bleek het veel leuker te vinden dan verwacht. Het is heel divers en daarom daagt het me telkens weer uit om de vetste foto's te maken. We gaan shooten met de Sony Alpha 7C. Deze camera is goed voor zowel foto als video. We zijn aangekomen bij de eerste locatie. Dit is een parkeergarage. Hier is heel veel kleur en een heel mooi lijnenspel. Vandaar dat ik deze locatie heb gekozen. We gaan hier lightpainting foto's maken van een hele vette elektrische auto. De A7C is een enorm compacte camera, maar heeft alsnog een hele grote sensor. Daardoor kun jij straks jouw lightpaintings enorm goed opvangen met deze camera. Dan hou je alsnog alle details in de lichte, maar ook in de donkere gebieden van jouw foto. Mijn setup staat klaar, ik heb de camera op statief gezet, ik heb mijn instellingen klaarstaan, ik gebruik een sluitertijd van 15 seconden, dan heb ik lang genoeg de tijd om de auto te gaan belichten. Dan gebruik ik een diafragma van 14, dit zodat alles scherp is in beeld en ik hou mijn ISO zo laag mogelijk om zo min mogelijk ruis in mijn foto te krijgen. Daarnaast gebruik ik deze lightstick om ook daadwerkelijk met licht te gaan schilderen. Alle foto's die ik wilde maken, heb ik gemaakt. Nu is het tijd om ze te gaan bewerken. Ik heb nu alle foto's ingeladen in Adobe Photoshop. Ik heb nu al de achtergrondfoto in beeld staan. Daarboven zet ik alle lagen waarin ik bepaalde onderdelen van de auto heb uitgelicht. Nou, ik ga alle bovenste lagen selecteren en dan kies ik de blend mode lichter. Nou, zoals je nu kan zien zijn dus alle lichte onderdelen van die foto's toegevoegd aan je achtergrondfoto. Maar je ziet ook dat er bepaalde dingen in beeld zijn die je niet in beeld wil hebben. Dus wat we moeten gaan doen is per laag gaan uitkiezen welke stukjes we wel in beeld willen en welke niet. Je kan de auto nu gewoon veel beter zien. Hij springt echt het beeld uit. En ja, die lightstreak, dit geeft gewoon een heel creatief en uniek effect aan jouw autofoto. De kleuren zijn rechtstreeks uit de camera echt al super mooi. Maar ik wil er toch nog net even iets aan tweaken. Dit heb ik gedaan in Lightroom. En zoals je kan zien, verschilt het niet heel erg veel. Maar je ziet toch dat er net even iets meer details ligt op de velgen en de kleuren net iets intenser zijn. Wil jij nou meer weten over een bepaald type fotografie? Laat het ons dan weten in de comments en wellicht zie je dat terug in de volgende aflevering van Sony in Focus. Maar nu eerst gaan we door naar de tweede shoot waar we beweging in beeld gaan brengen met een hele dikke wagen. Wat geluid ook. Holy shit. Ik wist dat we iets vets geregeld hadden, maar dit... Wauw, wat een bak. Vandaag staat volledig in het teken van beweging in beeld brengen. Daarvoor ga ik weer de Sony A7C gebruiken met de 2405 lens. We gaan het op twee verschillende manieren doen. We gaan roller shots maken vanuit een rijdende auto van een rijdende auto.
En ik ga panning shots maken van de rijdende auto. Ik ga dit doen met een lage shutter speed, zodat er heel veel beweging in beeld komt. En daarvoor ga ik de shutter priority mode gebruiken. Dit zodat ik eigenlijk alleen maar bezig hoef te zijn met welke shutter ik gebruik. En de rest doet de camera eigenlijk helemaal zelf. Op deze locatie starten we met het maken van panning shots. Bij panning shots beweeg je dus mee met je onderwerp. En dit zorgt ervoor dat je heel veel bewegingsonscherpte in beeld krijgt. Het lijkt dan alsof de auto keihard rijdt, maar eigenlijk rijdt hij misschien maar 30 km per uur. Ik ben heel erg benieuwd of dit gaat lukken. Ah, sick. Ik denk dat ik er wel in heb. Oh, deze is vet. Ja, de shot ziet er best wel heel erg dik uit. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb soms een beetje wijder geschoten. Dit omdat ik weet dat de camera 24 megapixel schiet. En ik dus in de edit ook best wel wat kan kroppen. Wat ik je graag zou willen meegeven als jij zulke soort shots wil gaan maken, is dat je gewoon lekker moet gaan oefenen, moet gaan spelen met je sluitertijd. En last but not least, denk aan je eigen veiligheid. Ook belangrijk bij automotive fotografie zijn de detail- en beauty shots. Hiervoor ga ik de 50mm 2.5 gebruiken. Dit omdat je dan extra mooie bokeh krijgt en ook heel goed kan spelen met scherpte diepte. Zo kan je echt de focus leggen op één bepaald detail van de auto. Er zijn twee dingen die deze setup ideaal maken voor de foto's die we nu willen gaan maken. Allereerst zit er hele goede stabilisatie in deze camera, waardoor wanneer je achter in de auto zit, de kleine trillingjes in de weg niet gaat opmerken in jouw foto. Daarnaast zit er ook mega goede autofocus in deze camera, waardoor je dus je auto eigenlijk overal in beeld altijd scherp hebt. Ja, jongens, heel belangrijk. Safety first. Oké, klaar om te gaan. Let's go. We hebben net super vette shots gemaakt vanuit een rijdende auto. Ik ben mega tevreden met het resultaat. Ben jij nou benieuwd naar de volledige fotoserie? Check dan het Instagram-account van Sony Nederland. Daar vind je alle ins en outs over deze shoot. En nu ga ik nog even een stukje rijden.